De kannibaal uit Baal, zo wordt hij ook wel genoemd, Sven Nys. Vandaag kreeg hij ter ere van zijn 200ste overwinning in de Rabotenu een cadeau in de vorm van een digitale fotolijst. Je ziet het al, Sven. Hier zitten 2200 foto's van jou op. Dus je kan er uren naar gaan zitten kijken. Het verandert constant. In 2004, toen jij je 100ste pakte voor de ploeg, weet jij ook welke wedstrijd je in januari won, hè? Is dat de deal? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Zoveel foto's in één keer van een hele carrière bij Rabobank. Dat is schitterend en dat is iets om bij te houden. Dat is iets waar je binnen 10 jaar nog kan van genieten. En, dat is wel een heel mooi gebaar van de ploeg. Gemotiveerd blijven, dat is nu bij mij het belangrijkste, denk ik. Als je zoveel al hebt gewonnen, dan moet je gewoon iedere week weer opnieuw het gevoel krijgen van ik wil weer winnen. En als dat er is, dan denk ik dat er nog heel veel mogelijk is. Hoe kun je ervoor zorgen dat je dat gevoel dus weer iedere week hebt? Ik denk vooral omdat het niet aanzien als mijn werk, maar gewoon als mijn hobby. En dat ik gewoon heel graag fiets en heel graag train en mijn lichaam graag pijn doe. En zolang ik dat gevoel heb, dan denk ik dat ik ook nog heel veel ga winnen. Volgend jaar staat teller op? Geen idee, maar als ik zo door blijf gaan, dan... Ik heb er nu 13 gewonnen dit seizoen en ik denk meer dan 20 is echt wel goed haalbaar. Maar waar het zal stoppen, dat weet ik niet. Bij 225 maar weer een feestje vieren. Oh, wel, dat is goed. Dan spreken we af. Dankjewel.